En ja, hele goede morgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. En het is zaterdag de... derde. De derde. En we hebben een leven nog in januari. Wat is schande. Dus we moeten februari erop schrijven. Maar eerst gaan wij croissantjes eten. I like it. En dit is de vibe van vanochtend. Ik vind het grauw, dus ik vind dat er lampjes aan moeten. Jij zag er anders over, maar... Ja, gele kunst. Mama het ook doen? Ik ken het niet zo goed als jij. Mama gaat even gezaadjes pakken, want... trek! Oké, zo wil je lunch opwarmen. Ik heb net de gaten gedicht van de muis. En de ja, heel naïef. Ik dacht dus dat er één muis was. Maar ik trek die lade net open en ik schrik toch een beetje. Want hier stond nog een val. En we hebben er nog een. En ook weer de staart ertussen. Ja, wel zielig, maar hij is in ieder geval nog niet afgebroken. Bij die ander was het wel, dus het, zulke duurvriendelijke vallen zijn het ook nog niet. Maar ja, we moeten toch nog maar even een ritje naar het bos maken. Was niet in de planning. Zou ik in mijn eentje gaan? Misschien wel makkelijker dan met de kids en zo. Mm-hmm. Ik wilde eigenlijk even snel eten. Even snel onder de douche springen en alleen even naar de kledingmaker gaan voor die boeken. Maar nou moet er ook nog even een tripje naar het bos. Ik ga hem niet hier buiten zetten, want dan is hij misschien toch weer... maakt hij die gaten open of wat dan ook. En we moeten die andere val maar even uitzetten, want... als het er twee zijn, ja dan... heel eerlijk, weet je niet 100% zeker of dat dan de enige twee zijn. We dachten ook heel naïef dat het er maar één was. Blijkbaar was er nog eentje die hier woont. Ja... Hoeveel denk je dat we in het huis zitten? Ik hoop twee in totaal, dan zijn we er nu klaar. Het zijn er echt wel meerdere. Oh my god. Goed, in ieder geval eerst even eten. Dat eerst. En dan de rest. En ja, hele goede morgen van deze zondag. We gaan vandaag uit eten met mijn moeder. Eerst nog even wat dingen doen. Gisteravond was op zich, het begin van de avond was oké. Om 5 uur werd geen wakker, wilde ze papa bellen. Maar ja, die was er natuurlijk niet. Dat was wel even een dingetje. Oh, oké. Deze tomaten gaan niet helemaal lekker. Ik wil denk ik nog even couscoussalade maken voor maandag als Anke komt. Nova slaat nog boven, had ik dat gezegd. Oh, Vee. Ik wilde heel graag tv kijken. Vooruit. Maar ik wilde even couscoussalade maken om mezelf makkelijker te maken, zodat ik het dan morgen niet hoef te doen. En oh my god, ik had toch laatst verteld over de muizen. We hadden er 2. Eerst eentje, toen de ander. En ik dacht eigenlijk heel naïef, dat is het dan. Kom ik dus deze ochtend beneden. Ik zou even inzoomen, ja heel zielig, maar zijn pootje zit dus vast. Dus ik ga hem straks ook weer vrij laten. Maar hij leeft wel hoor. Maar er zit dus nog een muis hierin. Echt erg. Het is dus nummer 3. En ik hoop, heel naïef, dat het hierna klaar is. Maar ja, als het er al nummer 3 is, weet ik niet of het dan klaar is. Ik hoop het wel. Ik laat in ieder geval de vallen nog even staan. Want we hebben hier nog een lege. Die was al 1 keer succesvol. En... ja, ik ben blij dat ik tegen Jeff gisteren gezegd heb van zet die val meteen maar weer neer. Echt bizar. Gewoon al 3 muizen in ons huis. Maar ik ben wel heel blij dat het dan... dat in ieder geval al 3 muizen minder zijn straks dan. Ik weet niet of het handig is. Ik had het brood steeds op tafel gezet. Maar ik zie niet dat er aangegeten is, dus dat scheelt. Maar ja, nee. Hoeveel muizen zullen we in ons huis hebben? Ik ben wel blij dat die muizen vallen goed werken. En ook wel blij dat het geen agressieve muisvallen zijn. Los van dat ze dus nu steeds of met hun staart of met hun pootje vastzitten. Dat vind ik dan wel een beetje zielig. Maar goed, ze gaan er niet dood van. En het is ook weer niet volgens mij zo heftig dat... of tenminste die andere muis kon ze staart gewoon weer loskrijgen, zeg maar.
Ik neem aan dat het bootje straks ook weer gewoon los kan. Dus ergens vind ik het dan wel een beetje zielig dat hij nu vast zit. Maar ja, ik durf hem niet open te maken, want ze zijn heel snel. En als hij er dan weer uitgaat zonder dat ik in het bos ben en dat hij weer gewoon in huis rent. Ja, dan is die val natuurlijk ook een beetje voor niets. Dus ik ga maar niet te dichtbij komen, zodat hij niet te veel in de stress raakt. En dan even rustig de vaatwasser uitruimen. Denk even couscousseladen maken. En dan gaan we zo alweer naar mijn moeder voor vedermiddagslaapje. En dan, ja, ik heb vanochtend nog ontbeten even met vanille rust. Deze. En ja, dat. Goed verhaal. Ja, ik ga even denk couscousseladen maken. En dan, als ik even wakker word, haar pakken. En dan straks meiden klaarmaken voor naar oma, naar opie, omi. Want Vee heeft er bing pyjama aan. Super schattig. Maar ja, als we uit eten gaan, dan ga je meestal niet een kind in haar bing pyjama meenemen naar het restaurant. Dus ik moet nog even wat verzinnen wat we dan aan gaan doen. Ik denk dat ik het leuk vind om ze dan hetzelfde aan te doen. Dat ze allebei zo'n setje aan hebben. Zagen er gisteren ook wel leuk uit. Alleen Nova heeft haar shirtje best wel ondergekweld. Dus ik denk niet dat die nog een dag kan. Ik zal nog even nadenken over wat ik de meisjes aan ga doen. Maar ja, dat. Doei. Nou, deze is klaar voor maandag. Morgen dus. Couscous salad voor Anke. Die komt hier dan eten en hoef ik niks meer te regelen. Of misschien dat ik nog iets kleins maak, zoals guacamole of zo. Of bananencake of zoiets. Want alleen salade is misschien te weinig als lunch, maar I don't know. Maybe that's just me. Vergeet zal ik niet. Ik ga nog een probiotica nemen en twee placentapilletjes, die heb ik nog steeds. En dan ga ik Nova denk ik even wakker maken en aankleden. Kleertjes voor Vee uitzoeken. En dan gaan we naar Omi toe. En eerst nog de muis ondertussen even afzetten. Hè? Maar ik denk dat ik even langs een bos rij en dat ik hem dan daar afzet. En ja, hele goedemorgen, welkom bij deze maandag. Het is maandag de 5e van februari. Ik heb straks een babydate hier thuis. Dus ja, er moet nog wel wat gebeuren. Als ze neergekrakt. Dat. Oh my god, er zit weer een muis in. Oh my god. Nou, er zit weer een muis hierin. Die stond ook niet op mijn planning. Oh, mijn moeder zei al, misschien is het niet de laatste muis. 4 muizen tot nu toe. Oh, ik vind het wel heftig. Oké, nou, dat is nummer 4. Ja, ik hoop dat het binnenkort de laatste is, maar we blijven de vallen nog wel neerzetten in ieder geval. Nummer 4, holy shit. Maar in ieder geval, die moet ik dan straks ook nog even naar het bos doen. Dat was eigenlijk niet in mijn planning, maar goed. Wat, ik zal in ieder geval van mijn outfit laten zien. Een visjok. Een groen shirtje van Costes. De spiegel is nog steeds vies. Mijn nieuwe broek van Sissy Boy, waar ik echt verliefd op ben. Witte sokken. Leuk. En ik wil er misschien nog een giletje overheen aandoen van de Sissy Boy. De Teddy. Jeff is trouwens ziek vandaag, helaas. Die had Vee naar een gastouder gebracht. En die was eigenlijk onderweg naar zijn werk. En toen besefte hij van, nou ja, ik voel me toch echt niet goed. Dus ja, die is thuisgebleven. Dus dat, ik had gisteren een couscoussalade gemaakt voor Anke. En Anke ken ik trouwens van de zwangerschapsgroep. En ja, dat, ik weet niet wat ik nog meer wil vertellen. In ieder geval moet ik deze shit opruimen en dus straks nog weer een muis wegbrengen. Dus ik ga maar even aan de bak met de draagzak en Nova erin. Dus dat. Het gaat hier best lekker. Nog een half uur te gaan voordat ze komt. En ik heb een bananencake. Beslagje ready. Nog één banaan erop straks als voor de mooiheid. Ik ga een chudrans persen waarschijnlijk voor Jeff, want die voelt zich niet zo lekker. Deze slaat. Echt top. Lang leven de draagzak. Echt, ik weet niet hoe mensen het zouden overleven zonder draagzak. But I could not be a good mom voor een foute draagzak, denk ik. Zeker niet met 2 kinderen, want dan kom ik echt handen tekort. Even water bijvullen. Tafel netjes gemaakt. En dan nog even de servetjes op een wat leukere plek neerleggen. Want ik heb nu gewoon random op tafel op elkaar getiefd.
Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En misschien kaarsjes even aansteken. Waar doe ik dat water? Hier denk ik. Even kijken. Ik zal even laten zien. Het ziet er nu een stuk beter uit. Dan moet je dit alleen even vergeten. Misschien dat ik dat nog even kan laten verdwijnen. Dat zou leuk zijn. Maar ik weet niet of me dat zo snel lukt. Maar in ieder geval eerst die taart in de oven. Want dan kunnen we die misschien daadwerkelijk nog eten terwijl ze hier is. Dat zou leuk zijn. Dan denk ik even die shit opruimen. En dan is Jeff pas aan de beurt. Die moet het langst wachten. Sorry Jeff. Technisch gezien moet de muis het langst wachten eigenlijk. Want de muis stond niet op mijn schema. Op mijn planning. En die ga ik waarschijnlijk pas vrij laten als ik vlak voordat ik vee ga ophalen. Dus dat zal rond 4 uur zijn. Dus die moet het langst wachten. Zolang ik maar uithoud. Yes girl. Hij moet nog aan de oven. Nee, is lager dan normaal. Ik doe normaal een portie keer 2. Maar ja, we gaan het nu hiermee doen. Ik ben helemaal blij. We hebben dus zo'n lijstje met dingetjes, kutklusjes die nog gedaan moeten worden. Die ik toch eigenlijk vaak doe in plaats van Jeff. Zoals onder andere hier nog een kabelgootje. En zo hebben we ook dat we al heel lang een lamp willen. Niet hier, maar nog een verdieping hoger. En ik heb dus de stroom eraf gehaald voor mijn eigen veiligheid. En ik ben heel benieuwd of we hier boven gaan doen. Ik heb dus net de lamp opgehangen. Ik moest dus en pluggen in de muur of in het plafond boren. Volgens mij doet hij het al, want ik zie helemaal licht. Volgens mij. Is dit licht van de lamp? Vet veel licht. Dat is een ledlicht, heel groot. Ja, hij doet het! Oh my god! Dat is wel echt veel licht, holy shit. Echt veel licht. Kan die nog dimmen? Oh my god, wel echt fijn dat we nu een licht hebben hier. Wel echt fel wit licht. Maar ik vind het wel mooi. Oké. Even wennen. Oh, wat chill om ganglicht te hebben hier. Wat een licht zeg. Is het deze? Het is deze. Oh, nu is hij veel minder licht. Oh. Oké, als je hem dus meerdere keren indrukt, dan komt er een andere stand. Dit is veel fijner licht. Oh, doet hij beneden nog niet? Oh ja, doet hij. Oh, ik ben helemaal blij. Want de godstuk een lamp op opgehangen. Super stom, maar ja, helemaal blij. Nu ben ik meteen in die vibe. Dus dat ik zo... Oeh, we moeten zo echt vee ophalen. Anders zou ik eigenlijk meteen door willen knallen. Van hop, meteen de douche ook repareren. Ik vind het altijd heel erg leuk. Vroeger dacht ik altijd dat ik dit soort dingen niet kon. En ik kan ze dus blijkbaar wel. Dat vind ik altijd heel erg leuk als het lukt. Of wel heel fijn. Ja. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Maar die slaat me op. Ik denk dat ik zo zelf dan maar vegen ophalen. Moet ik je even laten slapen. Oh, maar ik ben zo blij dat het gelukt is. Weer een dingetje. Af in huis. Oh, lampje. Hij hangt wel in het midden van de gang. Maar doordat de deur zo recht zit, lijkt het net alsof hij een beetje te veel naar links zit. Maar echt een andere optie was er ook niet echt. Ik heb het idee dat hij eigenlijk wel goed hangt. Oh my god. Helemaal blij. Oké, ik wil dit even laten zien. I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. Don't be afraid. La 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 la. I see your true colors shining through. I see your true. True colors. That's why.
You're the cutest. You're the cutie patootie patootie patoes. I love you. I love you. I love you. I love you. Oh, joi, joi, joi. Lekkere baby billetjes. Anja, hele goedemorgen. Ik ben kapot. Ik ben gaar, ik ben niet gemaakt om vroeg op te staan. Ik moet echt erover oefenen deze maand. Ik moet vroeg opstaan voordat ik ga werken, denk ik. Maar goed, ik ben nu wakker. Het is 7:30. En iemand die steeds rond 4:45 wakker wordt, is gesneuveld. Ik ben echt leuke kinderen. Zo schattig. Nou, we sliepen ook nog. Dan hoor ik nu wel wat. Nova is wakker. Ik ga eerst weer Nova aankleden. En daarna even opbreten. Ik zat even te kijken of het another day another mouse is. Tot nu toe is er geen muis. Dus ik hoop dat muis nummer 4 van gisteren de laatste was. Is that wishful thinking? Maybe. En ja, hele goede avond. Het is, ik weet niet of ik vandaag al gevlogd had, maar het is dinsdag 6 februari. 6 februari, ja. En ik wilde even laten zien, ik heb toch een andere lamp opgehangen. Ik had gisteren een lamp opgehangen van de Lidl. We hadden toch even een Action gehaald. We vonden het licht namelijk echt niet mooi van de Lidl. En deze van de Action kun je zeg maar, is een smart lamp die je alle kleuren kan doen van de regenboog. In ieder geval nu deze gedaan. Echt veel chiller. Hij is wel een stukje kleiner dan die ander. Face laat hier. Face ziek, dus dat is wel een beetje chiller. Ik keek net schoonmaakvideo's. Je was helemaal verbaasd, want ik zeg, kun je even op Nova letten? Ik heb ineens zo'n zin om mijn kledingkast uit te ruimen. En hij had echt zoiets van, waar komt dit vandaan? Maar ik heb inderdaad ineens zin om mijn kledingkast uit te ruimen. Dus dat ga ik even doen. Ik ga denk alles wat ik heb op bed leggen. En dan ga ik alles wat sparks joy, waarvan ik zeker weet dat ik het 100% love, ga ik dan terug in mijn kast leggen. En de rest doe ik denk ik op een hoop en dat doe ik dan morgenochtend of zo. Dit is mijn kledingkast nu. En dan heb ik hieronder broeken en rokken. Een jogging shizzle. Dan heb ik hier allemaal zomerkleding in. Die wil ik er dus ook even bij pakken, want ik weet niet eens meer wat ik allemaal heb met dit pelt uit. En sommige dingen moeten ook bij de zomerkleding. Bijvoorbeeld, ik heb hier. Oh, ik weet even niet waar, maar ik heb ergens ook zomerjurkjes, zeg maar. Die ik toch niet in de winter aandoe. En ik vind het nog een beetje meer winter dan voorjaar. Dus ik zou nog niet mijn zomerkleding er echt uithalen. Dus ik ga het in ieder geval even uitzoeken. En ik ga het denk ik even op mijn hoop leggen op bed. En laat ik jullie even zien hoe groot de hoop is. Maar er zijn in ieder geval ook dingen in de was. En hier nog in een soort van pre-was. 1 keer gedragen, maar niet vies genoeg voor de was. Dus ja. Dat. En dan heb ik nog allemaal broeken bij de kledingmaker laten vermaken. 5 broeken. En die haal ik morgen. Ga ik die ophalen, want die zijn dan ingekort. Zodat mijn kleine korte pootjes erin passen. Dus dat is wel heel chill. Dat ze niet meer heel lang over de grond slepen. Want dan merk ik dat ik ze toch niet aandoe, omdat ik dat niet chill vind. Of dat ik ze in mijn broek prop, maar dat ziet er eigenlijk helemaal niet mooi uit. Dus, hier even de kleding optieven. Oké, ik kijk nu naar de stapel kleding. Ik doe dit dus ook preventief, want ik heb de laatste tijd weer in één keer zo'n mega drang. Dat ik op Vinted de hele tijd aan het kijken ben naar kleding. Zo, ik heb heel veel kleding. Dus het is weer even een besefmomentje. Schoenen doe ik later. Maar dit zijn de 2 hangers die nog leeg waren. 3 hangers. De tas. Deze lade heb ik wel laatst uitgezocht. Die mag even zo blijven. Al zou ik best mijn schoenen een keertje, of mijn sokken een keertje kunnen minimaliseren. En mijn sportkleding kunnen uitzoeken. Maar dat wil ik eigenlijk weer doen als ik echt ga sporten. Om even te voelen welke sportkleding echt goed voelt. Mijn zomerding. Dat heb ik helemaal leeg gemaakt. Dan ga ik even met een doekje dit allemaal schoonmaken. En dit is de stapel. Ik zal het even van de zijkant laten zien. Echt heel erg
Deze stapel loopt echt helemaal door. Er zitten dus ook nog dingen in de was. En 5 broeken bij de kledingmaker. En hier ligt nog shit. Let's go. Ik ga eerst even terughangen. Of alles eruit halen wat sparks joy. Waarvan ik echt denk van ja, dit is echt geweldig. En sommige dingen heb ik nog nooit aangehad. Bijvoorbeeld, ik was hoogzwanger. En toen had ik deze gevonden in de kledingketting. En dit is dus een roze mom jeans. En ik wilde eerder dus een roze mom jeans. En deze is van Zara. En die heb ik dus uit de kledingketting gehaald. Omdat ik dacht, waarschijnlijk ga ik hier ooit in passen. Dus die heb ik nooit aangehad. En nu pas ik op zich weer mijn oude maat. Dus nu kan ik hem voor het eerst een keertje aandoen bijvoorbeeld. Dus ik ga even de spiegel daar neerzetten. En dan ga ik even kijken hoe alles staat. Ik ga het niet filmen, want dan wordt het echt een video van 40.000 uur. En ik loop al achter met vlogs. En ja, ik kan straks wel gewoon laten zien als ik alles wat sparks joy in mijn kast heb gehangen of zo. Even een paar tussenshots, maar ik ga niet alles filmen. Want het kost me gewoon te veel tijd en ik wil nu gewoon even doorpakken. Oké, broeken heb ik nog even niet gepast, omdat ik die echt al heel lang bijna allemaal niet gedragen heb vanwege de zwangerschap. En natuurlijk na de zwangerschap, dus die heb ik al een jaar niet aangehad bijna. En verder, dit zijn allemaal dingen die ik toch nog een keertje wil passen. Voordat ik echt 100% zeg dat ik ze echt, dat ik er echt van hou, zeg maar. De dingen die ik er meteen zonder twijfel uit kon pakken. Sowieso zomerkleding die ik vorig jaar veel aan heb gehad. Maar ook deze dingen. Dit is een super chill joggingbroek van Puma die ik van mijn zus heb gekregen. Deze heb ik samen met Dagmar. En het is eigenlijk een pyjama shirt geworden, maar vind ik heerlijk. Deze heb ik ooit bij een YouTube workshop gewonnen. En vind ik gewoon echt een heerlijk pyjama broek. Pyjama shirt ziet er echt niet uit, maar zit heerlijk en love it. Die rok heb ik veel aangehad, ook tijdens de zwangerschap. Maar vind ik los van zwangerschap ook prachtig. Een flared broek met corduroy vind ik ook geweldig. Net zoals degene die ik vandaag aan had. Deze is ook geweldig. Het is dat ik deze al veel gedragen heb, maar anders zou deze ook erbij passen. Dit is ook echt mijn favoriet. Die pak ik er altijd uit. En ik heb dus nog dingen op die stapel en in de was die ook mijn faves zijn. Deze scoorde ik laatst en past me echt geweldig. Ik voel me echt een fashion icon als ik dit aan heb. Dit is echt mijn favoriete joggingpak van Hunke Moller met bovenkant hoodie en een joggingbroek. Nou, deze draag ik echt altijd. Ze zijn bijna hetzelfde, maar het zijn gewoon die grijze huispakken eigenlijk. Maar die draag ik dan mijn favoriete giletje over. En dan vind ik het heel leuk eruit zien. Deze heb ik net nieuw, maar ben ik echt verliefd op. Dit is ook een van mijn favoriete giletjes. Deze hemdjes heb ik eigenlijk heel weinig aan met kant. Maar ze staan echt heel mooi. Ik krijg meteen zo'n sexy gevoel dat ik ja, er gewoon goed uitzie. Deze kocht ik laatst bij de kringloop en ben echt, ik vind de tekst heel leuk. En ik vind het gewoon een heel leuk wit shirt, heel simpel, maar het valt heel leuk. Deze trui had ik uit de kledingloop, vind ik ook geweldig met dat het 2 verschillende texturen heeft. Ik vind eigenlijk dus deze trui is ook geweldig. Deze truien, deze en deze zijn exact hetzelfde, maar allebei hebben ze dus een vlek die er niet uitgaat en ik kan het niet uitstaan. Maar het zijn mijn favoriete truien, dus of ik moet toch de vlek weer uitproberen te krijgen of ik moet ze opnieuw kopen. Maar ze zijn exact hetzelfde van kostes. En deze truien ben ik echt verliefd op, heb ik echt, nou ja, letterlijk versleten, I guess. En dit blouseje van kostes vind ik ook heel fijn, maar is een beetje faal geworden. Dus ik twijfel even of ik deze gewoon terug in mijn kast mag hangen, omdat er eigenlijk allebei iets mee is. Dus ik moet of een kopie zo goed als nieuw op Vinted scoren, want eigenlijk hou ik van die items. Maar ze zijn niet meer helemaal perfect, zeg maar. If you know what I mean. Deze vind ik ook nog steeds echt heel fijn. En eigenlijk zo'nzelfde soort trui. Deze. En eigenlijk zo'nzelfde soort trui heb ik nu ook aan. Die vind ik erg fijn. Ik vind vooral die 2 kleuren me erg leuk staan. Ook voor werk met een, ja, met dus zo'n colletje ding eronder. Vind ik erg leuk. Deze vind ik ook erg fijn, die heeft schoudervullingen en die meestal draag ik hem nooit zo, maar draag ik hem met een giletje erover. En dan meestal met zo'n corduroy broek, omdat hij wat langer valt. De stof is een beetje synthetisch, maar ik vind het heel lekker zitten. Het voelt heel zacht. Dus dat, die heb ik ooit bij een vintage winkeltje gescoord.
deze ook via Vinted en other stores. Ik vind deze dus geweldig staan. Ik vind hem echt zo'n fashion icon met zo'n zwarte flared broek. Die ik normaal ook hier aan zou toevoegen, maar die zit in de was. Enige nadeel is dat deze moet altijd gestreken of gestoomd worden. Want anders ziet hij er zo uit en zo ga ik er niet mee de deur uit. Dus ik moet hem eigenlijk strijken voordat ik hem in de kast hang, vind ik. Maar goed, ik vond wel dat hij erbij hoorde, want ik vind hem zo mooi met die dingetjes en die details. En ja, ik vind hem gewoon echt prachtig. Ja, en dat zijn de items die ik, ja, eigenlijk best wel weinig, maar die ik er meteen uit kon trekken, waarvan ik meteen dacht van, oh my god, als er brand zou zijn en ik mag maar een paar items uit mijn kast pakken, dan zijn het misschien wel die items. Sowieso de giletjes, die zijn misschien wel meest favoriet. En heb ik bijvoorbeeld ook, ja, de rest is eigenlijk, of ik bijvoorbeeld, dit was echt mijn favoriete jurk, maar tijdens de zwangerschap en die is nu ook een beetje aan het pullen. Ik vind hem zonder mooie grote buik minder mooi. Deze heb ik bijvoorbeeld net pas gekocht. Deze heb ik eigenlijk ook, ik heb nog een ander, bijna nooit aangehad. Deze twijfel ik soms over de kleur, of ik hem nog geweldig vind. Ja, deze heb ik bijvoorbeeld een hele mooie blazer die mijn moeder ook heeft, maar ik heb echt bijna nooit aangehad. Deze vind ik geweldig, maar er zat een te lange broek bij en die is nu bij de kledingmaker. Dus ik moet nog even kijken of ik die veel draag. Deze was ik verliefd op met passen, maar is een soort van suède. En ik merk dat ik het niet aandoe als ik de kinderen heb. Dat ik bang ben dat er op gekweld wordt en dat die vlekken er dan niet meer uitgaan. Dus dat soort dingetjes zijn allemaal een soort van maar, waardoor ik niet meteen 1000% enthousiast ben. Maar ze hebben wel potentie, if you know what I mean. Dus ik ga alles nog een keertje passen en dan zo mijn kledingkast weer verder opvullen.